Ik moet heel eerlijk zijn, dit is mijn ontmaagding. Ik heb er heel veel mee gedaan in uitzendingen, altijd de Jovinks aan de lijn en prijzen weggegeven, weet ik wat, maar ik was altijd op vakantie. En nu dit jaar eindelijk niet, dus ik ben erbij en nou ja, ik kwam hier 's ochtends vroeg aan en ik zag al dat terrein. Toen dacht ik al wauw, en toen bleek het slechts één van de terreinen te zijn. Ik heb nu inmiddels een beter beeld. Ja, ik kan niet wachten tot het helemaal vol stroomt, ik vind het helemaal te gek. Daarboven hebben wij een beetje onze glazen huisachtige studio en ik heb daar nu ochtendprogramma zit ik meer in. Maar het hele weekend zijn wij er gewoon bij, want ja, hier moet je bij zijn als 3FM zijn. Hier gas geven ja. En je hebt twee remmen. Wat kan hier nou misgaan? Dat zien we zo. Hoe komen jullie aan al deze stuntmannen? Nou, het is natuurlijk ook moeilijk om ieder jaar weer iets geks te verzinnen. Maar we hebben deze al eerder gehad en hebben hem op het podium gezet in de grote tent. En dat was zo'n enorm succes, s'avonds in het donker met die lampen aan. Dat we zeggen, nou, we moeten die gewoon nog een keertje hier neerzetten. Want het blijft gewoon altijd kicken om te zien. Ongelooflijk. Nou, dat kan je zeggen. De Zwarte Cross heeft een nieuwe presentatrice, Tantrie. En dat ben ik. Ik doe gewoon als anders, dus ik ben niet zo als een popster. Het is eigenlijk het enige festival dat ik ooit meegemaakt heb waar er geen drama, geen trammeland is. Ik heb er ook zin aan, het Zwarte Cross. Ja. Nou, muziekvrienden, het Zwarte Cross is bijna beginnen. We kunnen niet meer wachten om te beginnen. We gaan het podium op en we trappen de Zwarte Cross 2007 officieel af. Let's go! Yeah! Nou jongens, hou je vast, want nu gaat het spoken. We gaan beginnen. Als je gaat vrijen, dan moet je altijd met een condoom doen, anders kom je eruit te zien. Hey, welkom. Mr. Rossi. Nice, pleased to meet you. And you. Okay, we're very honored to have you here in Lichtenvoorde at the Zwarte Cross. Thank you. It's a real honor for us. Welcome at the Zwarte Cross Festival. Thank you. Okay, thanks for having us here. We vinden het wel klasse dat die oude rockers hier gewoon eventjes naar het dorpje Lievelde komen. En dat is toch eigenlijk gewoon super stoer. Yeah, prachtig. We also play in a rock and roll band. We are organizers here. Oh yeah. And if you want to listen to a really good rock and roll band, listen to this. Jovink and the Voodoo Beatles. What does that say? Wake up! Rock and roll. And that's my mother. Thank you. Have fun. See you later. Good Thanks luck. Very much. Nou, dat was wel even een diepte interview. Oh, wat verdomme zeg. Een brok interesse van die jongens. Oh, 10 minutes, guys. Nou, te gek. Maar het is inderdaad wel helemaal te gek dat je op je eigen feestje zelf de bands kunt bepalen wie we eigenlijk allemaal te gek vinden. En nou, zeker Status Quo is. Maar ik hoop eigenlijk dat dit het begin is van nog veel meer gave bands die we zelf gaaf vinden. En natuurlijk ook de bezoekers gaaf vinden. Ik bedoel, ja, wie weet zal ECDC of de Black Rose. Ik bedoel, het lijkt misschien een beetje onbereikbaar, maar nou, het zou prachtig zijn. We gaan ons best ervoor doen, laat ik het zo zeggen. Dit is een prachtig begin. Daarbij gaan we ook de kinderen echt bij betrekken. We hebben sambaballen voor de kinderen, we hebben toetertjes. We gaan zelfs een elektrische gitaar weggeven. En we hebben voor de kleine coureurs onder ons gaan we een mini wegrestertje gaan verloten. Zo!
vinden de Jovings Tour. Een meid op de motor. Jongens, geef ze een applaus. Jasper. Jongens, dank u wel voor uw aandacht en veel plezier nog vandaag. Wat kaas in de millimeter is de baas. Ja, gewonnen. Je was de enige die je vinger opstak. Nou, maar als je goed hebt geluisterd, heb je wel nieuwe poëzie gehoord. Ja, daar is aan het einde van de zorgcentrum Blues. De Zwarte Cross is de allergrootste familie van Nederland. Dat blijkt als elders op het terrein de moeder en zus van organisator Hendrik Jan Lovink erg druk in de weer zijn. Zij werken op het secretariaat en zorgen er achter de schermen voor dat alles vlekkeloos verloopt. Nou, ik ben de moeder van Hendrik Jan Lovink en dat is een van de organisatoren van de Zwarte Cross. En ik ben de grote zus. Op het moment werken wij dus hier bij het secretariaat. Daar ontvangen we dus de rijders, tips, pers en genodigden. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is net als ware liefde of seks. Ik bedoel, dat verveelt ook niet. Ja, het is wel iedere keer ongeveer dezelfde handeling, maar blijft toch leuk. Je moet er wel van om. Maar ik kijk hoeveel mensen als je bent en er is met bakken in de lucht de hele dag. Alsjeblieft, helemaal staan. Dat zegt genoeg. Jongen, ik ben hier 3 dagen. Ik ben vrijdagmiddag aangekomen. Ik heb alleen maar lol. We hebben gewoon ons eigen feestje hier. Iedereen geniet toch. Ik ga gewoon redelijk wel gaan rijden. Dus nooit ga ik achterop bij iemand. Ah, blijf een mooie pak anders gewoon. In de tussenstand bij de
vond ik. Ja, een beetje mysterieus. Ik vond het heel gek. Blijf je nog even vlak. Heel even, maar dan mijn ouders wonen natuurlijk hier vlak in de buurt. Dus even op bezoek. Dat kan ik niet maken, omdat ik daar sta. Het was super, alleen het weertje was niet al. Zwaar, hè? Ja.